Een hele goede morgen. Welkom bij nieuwe Ups & Down. Ik ben op dit moment deze twee kleine ratjes brood aan het geven. Want ze wilden niet meer in de stoel zitten. En we hebben logo gehad. En nou ga zo maar na. Brood is bijna op. Dus dat betekent ook dat dadelijk één iemand naar bed gaat. En we laten even brood nog zakken. En dan kan die daar zijn flesje en lekker naar bed. Dus ja. Ik heb hier wel twee lolbroekjes. Wil je nog een stukje brood, Jordi? Wil je nog een stukje brood? Jordi, wil je nog brood? Goed zo. Liam, wil je ook nog brood? Goed zo, lekker boterhammetje. Ik ben wel de hele ochtend bezig geweest met exporteren van de video van die vandaag online komt. En dat was allemaal moeilijk. En het is in ieder geval een langere video. Dus, maar ik vond het in ieder geval een leuke video. Maar ja, dat ben ik. Dus ja, dat. Dan ga ik even verder met de kindjes, met brood geven. En even wat drinken geven. En zo dadelijk een flesje. Ik heb Liam net op bed gelegd. En meneer zit allemaal herrie te schoppen. Ben je allemaal aan het doen? Nee, hier. Ja, noem eens hier. Gewoon lekker gaan liggen. Lekker slapen. Lekker slapen. Dan ga ik nou de volgende boef doen. Want die was alweer met zijn bril bezig, hoorde ik net. Jordi? Ben je aan het doen? Mag niet met je bril, hè? Nee. Potverdorie. Dan kan mama dat glas weer gaan zoeken. Nou, ik ga even gauw dat glas zoeken. En zorgen dat zijn bril weer heel is. En dan ga ik hem ook in bed pleuren. Nou, het glas is gevonden, hoor. Maar ik ga hem daar eerst even helemaal schoonmaken, die hele bril. Want die plakt aan alle kanten. Baba. En jij gaat zo naar je nest. Ja, dan ga je wel. Je gaat wel zo naar je nest. Jawel. Nou, flesje gaat erin. En hij heeft alweer gepoept. Dus ik dacht, weet je wat, ik verschoon dadelijk wel zijn luier. Anders kan ik daar weer zijn luier verschonen. Jordi heeft gisteren extra makrogolpoeder gehad. En vandaag heeft hij zich weer helemaal goed leeg gepoept. Dus hij is gewoon lekker weer buikpijnvrij, tenminste. In de zin van dat je dan met heersprong kan zijn. Maar hij is zich lekker aan het leeg poepen. Maar ja, vandaar dat ik zoiets had van ik verschoon zo zijn luier. Want dan is het één keer en dan kan hij daarna lekker zijn bedje in. Ik ben vanochtend al de hele ochtend bezig met de kindjes. En ja, ik ben een beetje moe. Ik heb gewoon met Niels afgesproken, de zorg van de kindjes gaat voor alles. Dus als ik dan een keer niet stofzuig of dwel of zo, dan is dat zo. Ik moet daar los gaan laten. In mijn hoofd gaat dat lastig, maar ik moet daar loslaten. Dus het kan zijn dat er nog wel eens een keer een beetje rommel is. Maar ja, dat is nou helemaal zo. Zolang de kindjes maar goed verzorgd zijn, dan is het goed. Dus daar gaan we voor. Niels die zei ook van, Mandy, dit kan zo niet, hè. Als jij gewoon op bent en gewoon zo moe bent dat je gewoon niks meer kan, dan is het gewoon klaar. En sowieso volgende week is Niels vrij. Dus dan
kan hij mij ook eventjes een weekje een beetje rust geven. Dus ja. Daar is iemand wakker. Hallo. Hallo. Oh. Ben je goed wakker? Heb je goed geslapen? Heb je goed geslapen? Jawel. Jawel. Wat heb jij daar? Heb jij daar jouw knuffel? Ja, dat dempt allemaal een beetje dan, hè. Jordi slaapt nog. Knappe vent. Ik ga hem eventjes eruit halen voordat er dadelijk nog eentje wakker wordt en chagrijnig is. Jordi heeft inmiddels zijn ranje al op. Die is ook wakker en alles. En ze krijgen nu een lekkere eierkoek. Hé, jongen. Ook eierkoek. Alsjeblieft. Ja, lekker hè? Ja. Dat vind jij lekker hè? Eierkoek. Ja. Jordi staat zonder broek. Want hij had een beetje... was een beetje in zijn broek doorgelekt. En hij wou ook geen broek meer aan. Ik had een pyjama broek voor hem gepakt. Maar dat wou hij ook niet. Wil je nog? Alsjeblieft. Dus ja. Dat is de situatie op dit moment hier. Lekker eierkoekje eten. Staat je aas hier. En ondertussen even een filmpje erbij. Ik kan mama even gaan eten koken. Ik weet niet wat YouTube de laatste tijd heeft. Echt niet gewoon. Ik weet ook niet wat iMovie heeft de laatste tijd. Maar ik heb vandaag alleen maar foutmeldingen gehad en alles. En oh, daar word je gewoon niet goed van. En hij is nu eindelijk aan het uploaden. En het is bekant 5 uur. En hij duurt nog 2 uur, zegt hij. Dus. Dat. Verdorie. Verdikke me. Maar hij komt eraan. Niels is weer eens wat later thuis, dus ik ben de kindjes eten aan het geven alvast, want ja, ze hadden honger. En ik ga natuurlijk niet wachten totdat papa een keer weet ik het hoe laat thuis is. Dus ik ben de kindjes eten aan het geven. Dit doen we meestal eigenlijk altijd zonder tablet. Het avondeten. En Jordi vindt het hartstikke lekker hè, wat mama gemaakt heeft. Tjiki 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 tjiki. Goed zo. Jordi heeft een beetje problemen ermee. Het goed eten af en toe wordt aangeboden. Liam hoef ik het maar voor zijn neus te houden. En die hapt. Jordi de laatste tijd niet. Maar ik denk dat dat ook een beetje met de leeftijd te maken heeft. Hij wil gewoon geëntertained worden, hè? Dan zeg je gewoon, mama, ik wil geëntertained worden. En dan zegt mama, oké, doen we. Zoals nu. Ondertussen is zijn broertje hem ook aan het vervelen. Kijk eens hier. Goed zo. Oh, wat ik trouwens gemaakt heb is jachtsaus met sperziebonen, maar dan zonder de sperziebonen met broccoli. Dat. Komt hij weer, hè Jordi? Brrr.
Zo. La 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 la. Goed zo. Maar Jordi heeft geen bril op, omdat hij dus met de avondeten wil hij gewoon geen bril op. Wil hij gewoon lekker in zijn eigen wereldje zitten, lekker eten. Dus ja, hè, dat wil jij, hè? Wil je nooit je brilletje op, hè? Komt ie, hè? Komt ie aan. Hé, je mond open, dat deed je net ook. Koekoek. Jouw kappen? Oh, jongens toch. Moest je hoesten, Jordi. Hallo. Je moet wel goed happen, hè? Zit het eigenlijk overal? Ja. Zit bij Jordi al overal. De tandenborstel zit raar. De tandenborstel raar, jongen. Hij bijt erop. En dan kan Niels niet... niet schrobben. Een hele goede morgen. Ik heb vannacht een beetje gespookt, want ik werd eet geschopt en gedaan. Dus ik ben op een gegeven moment weer even naar beneden geweest. Ben ik naar boven geweest, ben ik naar beneden geweest. En vanochtend hebben we fysio. Liam die is al lekker aan het spelen in de grote box. En Jordi die heb ik net wakker gemaakt. Die ligt nu even zijn flesje te drinken om wakker te worden. En die ga ik dadelijk omkleden. En Liam omkleden. En dan komt om 9 uur de fysio. Het is nu 8:30. Dus we hebben er nog tijd genoeg voor. Ik blijf nu een beetje binnen. Want het regent een beetje. Dus dat hoeft Liam niet allemaal mee naar buiten. En Kim die is aan het oefenen. Met Jordi buiten nu. Daar lopen ze een stukje in de regen. En ondertussen is Liam hier aan het etteren. Hij is lekker aan het spelen. Ik had hem schoentjes aangedaan voor de zekerheid. Maar het regent een beetje. Ga je het doen? Ga je liggen? Ja. Tata. Ja. Jordi krijgt lekker zijn ranjatje, want hij is inmiddels weer wakker. Liam is ook al wakker, heeft ook al zijn drinken gehad. En Jordi is nu lekker eventjes aan het ontspannen. En dan krijgen ze daar nog iets lekkers. En dan is het weer bijna tijd om te eten. En Joef, hou op. Niet vervelen bij Jordi, hè? Nee.
Joef die is vandaag ook in een uitdagingssessie. Het is alleen maar mij uitproberen. Nee. Kindje ligt op bed. Het is inmiddels alweer avond. Niels heeft de kindje gedaan en ik ben in slaap gevallen. Hij heeft de kindje lekker in bad gedaan. En ze liggen gewoon eigenlijk al de hele tijd te slapen. En hij is nu heel eventjes die trap afwerken. Zodat die trap van de week helemaal klaar is om hierheen te komen. En dat die gewoon volledig klaar is om in elkaar gezet te worden enzovoort. Dus die laatste puntjes even op de i aan het zetten. En ja, dan is die trap gewoon klaar en dan kan die maandag sowieso hierin. Dus dat is hij aan het doen. En ik ga hier nog eventjes een beetje opruimen en even stofzuigen en dweilen. Zodat het weer klaar is hier. Ik heb net geëdit. En tot nu toe is het editen goed gegaan. Maar ja, ik moet nog exporteren natuurlijk. Dus dat ga ik zo dadelijk doen. Ik doe zo dadelijk eventjes nog afsluiten met Niels. Dan kan ik even vragen hoe dat het met de trap nou is. Of het helemaal klaar is. En dan weten jullie dat ook gelijk. En dan kan ik het laatste stukje editen. En dan kan die geëxporteerd worden. Dus ja, ik ga nog even aan de gang. Nee, de trap ligt klaar. Ja. Oké, dus die is klaar voor maandag. En de kindjes heb je al geregeld? Ja, die heb jij geregeld. Ik heb even gekeken of ze nog goed lagen. Nee, dat ze naar opa en oma gaan. Oh, ja. De kindjes gaan zondagmiddag naar mijn ouders. En ze komen dinsdagochtend weer terug, zodat... maandag. Dan hebben ze geen last van de herrie. Ja, en dan kunnen ze gewoon lekker hunzelf zijn en bij opa en oma zijn. Hmm. Dat is ook lekker. Ja. En wij gaan nu slapen. En deze ups en downs ook afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.